Vandaag staan we stil bij een ander thema, namelijk de dialoog. Gisteren hebben we het gehad over, gistermiddag, over de sociale vriendschap. En Paus Franciscus wijdt aan deze twee begrippen, dialoog en sociale vriendschap, een heel hoofdstuk. Hoofdstuk 6. Maar je vindt aspecten van die dialoog, zie je ook terugkomen in andere delen van de encycliek. Datzelfde geldt ook voor sociale vriendschap. De aspecten van de dialoog kom je onder andere ook in het laatste hoofdstuk tegen. Maar ik denk dat het een hele goede keuze is geweest om die dialoog en die sociale vriendschap in samenhang te brengen met elkaar. Want gisteren hebben we gekeken naar die sociale vriendschap en hebben we een aantal aspecten daarvan kunnen onderscheiden. Namelijk gastvrijheid als een basishouding naar iedereen. Dat maakt de weg vrij naar sociale vriendschap. Maar ook een open houding naar iedereen. Met iedereen bedoelen wij zij die dichtbij zijn, in eigen land, in eigen stad, eigen district of parochie, en zij die veraf zijn, elders in de wereld. Een derde aspect van sociale vriendschap is naaste liefde. En we zagen dat het heel erg belangrijk is om ook in verbinding te zijn met groepen in de samenleving die achtergesteld worden, die achterblijven. Maar niet alleen in de eigen samenleving, maar ook elders. En dat gebeurt op basis, die verbinding met deze groepen gebeurt op basis van naaste liefde. Omdat het jouw naaste zijn. En omdat God liefde is en in ons woont, zijn we in staat om ook hen lief te hebben. Een ander element van die sociale vriendschap, wat we zagen, was zorg voor het milieu. En dat hadden wij in verband gebracht met klimaatvluchtelingen. Met mensen die vanwege de verwoesting van hun leefomgeving moeten vluchten. En dat ons ook uitnodigt tot sociale vriendschap. Vandaag gaan we wat langer stilstaan bij nog een element van, nog een aspect van sociale vriendschap, en dat is de dialoog. Dat is een heel belangrijk aspect van sociale vriendschap. Sociale vriendschap komt tot stand door een echte ontmoeting tussen mensen. Niet door oppervlakkige, toevallige ontmoetingen, maar door een echte ontmoeting. Een ontmoeting van hart tot hart. Een ontmoeting waarbij je je hart laat spreken en waarbij je met een luisterend hart, niet zozeer met je oor, maar met een luisterend hart, de ander, wat de ander zegt, tot je neemt. Dat is een ontmoeting van hart tot hart. Het is ook een ontmoeting waarin je jezelf in al je kwetsbaarheid mag laten zien aan de ander. Je hebt geen verborgen agendas. Je hoeft je eigen zwakheden niet te verhullen. Je hoeft je niet anders voor te doen dan je in werkelijkheid bent. Je mag zijn zoals je bent. In het tonen van jouw
kwetsbaarheid neem je een open houding aan. In die ontmoeting met de ander sta je open. Open voor de ander. Open voor de mogelijkheid dat jij verandert. En open ook voor de mogelijkheid dat je tot elkaar komt. Paulus Narcissus noemt vele facetten van deze open houding. Facetten die deze houding karakteriseren. Enkele daarvan zijn dat je de moed hebt elkaar te benaderen. En daar begint het mee. De durf, de moed om naar elkaar toe te gaan. Vanuit die open houding. Maar ook de moed om jezelf te uiten. Om echt jouw ziel bloot te leggen. Zeggen of uitspreken wat er in jouw zielenroersel omgaat. Wat er in je binnenste omgaat. De bereidheid om naar elkaar te luisteren. Echt te luisteren. Naar elkaar kijken. Dat is niet alleen maar de ander zien. Kijken met de ogen. Ook kijken met het hart. De ander echt zien. En we willen het verlangen om elkaar ook te leren kennen. Als je vreemden bent van elkaar en je ontmoet elkaar voor de eerste keer, dan moet dat verlangen er aanwezig zijn om elkaar te leren kennen. En ook het verlangen om elkaar te willen begrijpen. Je zoekt dus ook naar contactpunten. Elkaar leren kennen kan aantonen dat je van elkaar verschilt. Maar dat is niet erg. Maar het is wel belangrijk dat je moeite wil maken om ondanks die verschillen elkaar ook te kunnen begrijpen. En dan ga je naar contactpunten zoeken. Nou, al deze punten samen voegt de paus en brengt ze samen in dat ene woord dialoog. Je kunt dus zeggen dat om elkaar echt te ontmoeten, om elkaar verder te helpen in het leven, moeten wij een dialoog voeren. Een volhardende en moedige dialoog. Waarom volhardend? Omdat het niet bij één ontmoeting blijft. En je de ander niet opgeeft. Je zegt niet na vroeg, want hij of zij is de moeite niet waard. Ik verspil mijn tijd. Nee. Je blijft moeite doen om in contact te blijven met anderen. En hoe moeizaam het ook is, want dialoog is niet gemakkelijk altijd, hoe moeizaam dat ook is, de moed hebben om niet op te geven, maar te willen blijven luisteren. En zo, als wij zo dialoog voeren met elkaar, dan helpt het de wereld om een stukje mooier te worden. Dan kunnen wij veel meer realiseren.
Zo'n dialoog leidt dus tot een echte ontmoeting tussen mensen. Zo'n dialoog onderscheidt zich ook van een debat. Want in zo'n dialoog besluiten degenen die daaraan meedoen om respectvol een taal te gebruiken en te verdedigen die beladen is met waarheid en die verder gaat dan jouw eigen persoonlijke belangen. En zo'n manier van met elkaar communiceren is dus anders dan een debat. In een debat wil je scoren. Wil je met zo sterk mogelijke argumenten komen om je eigen standpunt te bewijzen. Een debat nodigt niet zo snel uit tot luisteren naar elkaar. Een debat nodigt niet uit om contactpunten te zoeken. Een debat nodigt ook niet uit om respectvol met elkaar om te gaan. Dus de dialoog die Paus Franciscus voor ogen houdt, is anders dan een debat. Het is anders ook dan de vele uitwisselingen van opinies via de sociale media. Die leiden niet tot echte ontmoetingen. Ze creëren meer afstand tussen mensen of maken die mensen tot tegenstanders van elkaar. Bij een authentieke dialoog staan mensen open voor de visie van de anderen. Dat is niet het geval bij een debat. Door die openheid voor de visie van de anderen erkennen zij dat iedere visie een grond van waarheid bevat. Zelfs wanneer zij het niet helemaal eens zijn met die visie. Je kunt concluderen dat we het met elkaar eens kunnen zijn of kunnen worden dat we verschillen. Dat we niet dezelfde opvattingen delen. En dat mag. En hoeft geen bedreiging te zijn. Ondanks die verschillen die er zijn, weerhoudt het je er niet van om naar gemeenschappelijke punten te zoeken. Paus Franciscus omschrijft een dergelijke dialoog als volgt. Authentieke sociale dialoog veronderstelt het vermogen het standpunt van de ander te respecteren en de mogelijkheid te accepteren dat dit standpunt dus legitieme overtuigingen of belangen bevat. Dus je kunt in die dialoog ook erkennen dat je verschillende belangen hebt, maar dat al die belangen legitiem zijn. Net zo waard, de ene net zo waard als de andere. Net zo waardevol. De vraag is of de media vandaag een dergelijk dialoog dient of faciliteert. Er is veel uitwisseling via internet. Maar dit is geen garantie dat er ook dialoog is.
Tegenwoordig blijft veel communicatie beperkt tot het voeren van wat Paus Franciscus noemt een parallelle monoloog. En daarmee bedoelt hij, twee mensen praten en spreken vanuit hun eigen waarheid, maar blijven bij zichzelf in hun eigen waarheid. De andere doet hetzelfde, die blijft bij zijn eigen waarheid. En er zijn geen contactpunten. Ze spreken dus eigenlijk voor zichzelf. Er is geen sprake van een echte ontmoeting. Want de ene houdt zich vast aan zijn standpunt. En de andere daarnaast houdt zichzelf ook vast aan zijn eigen standpunt. En dan kom je niet tot elkaar. En dan is er ook geen groei mogelijk. Niet van jezelf en niet van de omgeving. Je blijft naast elkaar en je komt niet tot elkaar. Dat bedoelt hij met een parallele monoloog. En daarin staan dus vooral de eigen positie en het eigen belang voorop. Bij een parallele monoloog onderken je niet dat de ander ook een belang heeft, of ook iets van de waarheid. Dat onderken je niet. Dat leg je volledig naast je neer, omdat je geïnteresseerd bent in je eigen waarheid en in je eigen belang. Bij een dialoog staat steeds het oprecht zoeken naar de waarheid voorop. Want ik weet dat ik maar een deel van de waarheid ken. En dat andere deel van de waarheid ken ik niet. Maar misschien die andere wel. En samen kunnen wij met elkaar meer zicht krijgen op de waarheid. Maar zo'n dialoog, als we zo'n dialoog voeren, dan komt het ook het algemene belang ten goede. Wanneer mensen zo met elkaar in gesprek gaan, dan leren ze elkaar beter kennen en leren ze zich ook beter tot elkaar te verhouden. Veel van wat wij via de media vernemen, berust niet op waarheid, maar vaak en eerder op speculatie. En er is ook heel veel manipulatie aanwezig. We kennen de bekende term framing. Het wordt heel veel gebruikt om je eigen waarheid als de enige waarheid voorop te stellen. De feiten kunnen de feiten zijn, maar je kunt diezelfde feiten zodanig framen dat het maar één bepaald belang dient en niet het algemeen belang. In een pluralistische samenleving zoals Suriname, zoals hier in ons land, is dialoog heel essentieel. En daarbij horen onder andere een paar zaken. Omdat we met zoveel verschillende culturen samenwonen, is het van belang dat je een duidelijke eigen stellingname hebt. Men moet weten wie je bent. Je moet vertrekken vanuit een duidelijke identiteit. Klein voorbeeldje, als je een serieus gesprek, een dialoog zou willen voeren met iemand van een andere godsdienst, dan helpt het niet zoveel als je zegt van, ja, laten we maar praten, ik ben een beetje hindoe, ik vind het boeddhisme ook belangrijk, dus ik heb ook
in mijn eigen religieuze beleving, aspecten daarvan. Ja, ik ben als katholiek opgevoed hoor, maar ik heb in de loop der jaren ook heel wat andere elementen van andere godsdiensten me eigen gemaakt. Maar laten we met de dag over in gesprek gaan. Nou, dat maakt het lastig, want je hebt geen duidelijke identiteit. Je hebt niet een duidelijke eigen stellingname. De ander, dat kan heel verwarrend zijn voor een ander. Wat bedoel je nou eigenlijk? Hoe moet ik je begrijpen? Een ander element wat bij zo'n dialoog in een pluralistische samenleving hoort, is openheid voor de visie van anderen. Omdat we binnen een bepaalde cultuur zijn opgegroeid, weten we weinig van een andere cultuur en de visie die door zo'n cultuur, een andere cultuur, is gevormd. Dus daarom is het van belang om ook open te staan, die openheid te hebben voor de visie van de anderen. En een derde belangrijk element is dat waarden niet onderhandelbaar zijn. Dus als iets voor jou heel erg belangrijk is, dan kun je niet zeggen van, nou, het is wel belangrijk, maar je hoeft het niet zo heel serieus te nemen. Nee, die waarden die je uitdraagt, die zijn belangrijk en die kun je niet afzwakken. De ander heeft daar niets aan. Je moet bij jezelf blijven, voor je eigen waarden staan en respectvol dat van de anderen ook accepteren of leren te begrijpen. En zo kunnen die verschillende waarden die heel sterk zijn, elkaar ook wederzijds verrijken. Dus wanneer er ruimte bestaat hiervoor, voor deze drie punten die je daar ziet, wanneer daar ruimte voor bestaat, dan zullen bepaalde waarheden in een duidelijker daglicht geplaatst worden. Jouw waarheid en de waarheid van de ander komen nog voller in het licht. En daarvoor is consensus niet noodzakelijk. Deze waarheden bevorderen een sociale ethiek die de samenleving versterkt. Vanmorgen sprak ik met vader Urbain en hij vertelde mij, waar is vader Urbain? Pater Urbain vertelde mij in zijn communiteit dat gemeenschap leven gedragen wordt op 8 pilaren. En die 8 pilaren kun je ook hiermee vergelijken. Dat zijn de waarden die je niet moet gaan verwateren. Die moeten zijn en blijven zoals ze zijn. En als er andere waarden bijkomen, dan versterkt dat het bevordert een solide sociale ethiek in de samenleving. En dat versterkt die samenleving. Dialoog maakt ons ook gevoelig voor culturele verschillen. En dus ik heb nu een paar van de waarden hier opgenomen, opgezond. De waarden van dialoog in de samenleving. Dus ze versterken die samenleving. Dialoog draagt bij aan een solide sociale ethiek. Een samenleving met een solide sociale ethiek. Dat is een samenleving die zich goed kan ontwikkelen. Ik kan me nog herinneren dat in de jaren 90, en dat geldt zeker ook voor vandaag, heel veel gezegd werd dat hier in Suriname wij maar één crisis hebben.
En dat is een morele crisis. En dat is juist het tegenovergestelde van een solide sociaal ethiek. De dialoog maakt ons ook gevoelig voor culturele verschillen. En het verhoogt de kwaliteit van het samenleven. Want als we ondanks onze culturele of religieuze verschillen respectvol met elkaar kunnen omgaan, dan komt dat het samenleven ten goede. Het verhoogt de kwaliteit van het samenleven. En zo'n dialoog bevordert ook een cultuur van ontmoeting. Met insluiting van periferieën. Wat bedoel ik daarmee? Of wat niet ik, maar wat bedoelt de paus daarmee? Nou, periferieën, een periferie is iets wat aan de rand is. Het is niet in het centrum, maar het is aan de rand. Mensen met macht en rijkdom staan meestal in het centrum van de samenleving. Zij bepalen alles. En de arme mensen, mensen zonder macht, die staan aan de rand. Die hebben niet zoveel of niets te zeggen. Dus dat betekent ze zijn in de periferie, aan de rand. Nou, die dialoog die zegt, ook zij die aan de rand zijn, die mogen meedoen. Die mogen meedoen. Dus zij die aan de periferie zijn, de rand, die mogen meedoen. Dat is een cultuur van ontmoeting. Een cultuur van ontmoeting zegt, alle mensen doen mee. Ook de armen. Ook zij die aan de rand zijn, die doen mee. Die cultuur van de ontmoeting betekent ook dat als we als volk enthousiast zijn om elkaar te ontmoeten. En dat we naar contactpunten zoeken om bruggen te slaan. Dat betekent om een weg, een manier te vinden hoe we ondanks onze verschillen toch samen verder kunnen gaan. En dat wij iets ontwerpen waar allen bij betrokken zijn. Ook de mensen aan de periferie. En dat iets ontwerpen, Paus Franciscus maakt dat hier niet zo duidelijk, wat dat iets is, maar ik vermoed dat hij daarmee bedoelt het ontwikkelen van een sociale ethiek. Waar allen bij betrokken zijn. En als wij deze drie punten kunnen waarmaken, dat we als volk enthousiast zijn om elkaar te ontmoeten, dat we contactpunten zoeken om bruggen te slaan, en dat we iets ontwerpen waar iedereen bij betrokken is, een sociale ethiek, dan voert dat ons naar sociale vrede. Vrede in de samenleving. En zo zie je, je kunt het in het klein doen, je kunt het in een dorp doen, ergens boven Suriname, je kunt het in Ikeri doen, in het district, je kunt het in Paramaribo doen, je kunt het in Suriname doen, maar je kunt het ook in de regio doen, Caribische regio, je kunt het ook in de wereld doen. Die authentieke dialoog, daarvan kunnen we zeggen dat het een pluralistische samenleving verrijkt. Het is verrijkend voor een
pluralistische samenleving. Ik ga nu een beetje afronden. Zo'n dialoog leidt tot een cultuur van ontmoeting. En wat is die cultuur van een ontmoeting? Die cultuur van ontmoeting is een levensstijl die verschillen dynamisch naast elkaar laat bestaan. Let op dat woordje dynamisch. Dus de verschillen zijn er, maar er gebeurt ook iets tussen die verschillen. Die verschillen verrijken elkaar. Dat is het dynamische hiervan. Ze verrijken elkaar en ze raken in elkaar geïnterageerd, maar misschien moet ik ook zeggen geïnteresseerd. Ze vormen een eenheid die rijk is aan nuances, omdat het geheel, ondanks die verschillen, het geheel veel meer is dan het deel. Als je zo ernaar kijkt, dan moet je concluderen dat het dus eigenlijk zo is dat je van iedereen kunt leren en van elk verschil kunt leren. Geen enkel verschil is nutteloos. En geen enkel mens is nutteloos. Niemand is overbodig. En Paus Franciscus spoort ons aan om zo aan zo'n cultuur te blijven werken, een cultuur van ontmoeting. Het is de weg die leidt naar ware en diepe vrede, naar sociale vrede. Het is een langzaam proces, een moeizaam proces ook, waarbij we geduldig moeten luisteren naar elkaar. Maar waarbij we ook aanvaarden dat de andere het recht heeft zichzelf te zijn. Dat hij of zij ook verschillend mag zijn. En daarom resulteert zo'n cultuur van ontmoeting in een sociaal en cultureel pact. Dat is het wederzijds begrip en aanvaarding van elkaar, dat men nooit de totale waarheid bezit, maar wel het recht om voor zijn overtuiging uit te komen. Dus je hebt twee dingen. Aan de ene kant bezit je niet de volle waarheid, de totale waarheid. Maar aan de andere kant heb je wel het recht om voor je overtuiging uit te komen. En die twee hoeven niet tegenovergesteld van elkaar te zijn. Naast die dialoog tussen culturen heb je ook dialoog tussen religies, wat men noemt de interreligieuze dialoog. En religies hebben eeuwenoude tradities ontwikkeld om vrede en harmonie te bevorderen. En daarom is die interreligieuze dialoog van groot belang voor vrede en universeel broederschap. Het doel van deze dialoog is volgens de Indiase bisschoppen het ontwikkelen van vriendschap, vrede en harmonie. En het delen van waarden en morele en spirituele ervaringen in een geest van waarheid en liefde. Het is een lange zin, maar als je het op je gemak leest, dan denk ik dat je wel begrijpt wat de bisschoppen hiermee bedoelen. Maar er is ook nog de ervaring dat armoede, onderdrukking en ongerechtigheid een voedingsbodem vormen voor religieus gemotiveerd geweld. Dus heel vaak zeggen mensen: ik geloof niet, want al die godsdiensten, ze vechten alleen maar met elkaar. Maar het zijn niet de godsdiensten. Het zijn andere oorzaken
die onvrede met zich meebrengen. En mensen met, laten we zeggen, uit onbegrip of vanwege dubieuze bedoelingen of motieven, zoeken voor dat onbegrip een religieuze verklaring. En gaan dan geweld gebruiken en rechtvaardigen dat vanuit de religie. Dat is heel gevaarlijk. En zo wordt religie misbruikt om terroristische daden te plegen. En daarom legt de paus er zoveel nadruk op dat religieuze leiders zich moeten inspannen om met elkaar in dialoog te gaan en in dialoog te blijven. En zo kunnen ze effectief meewerken aan wereldvrede en universeel broederschap. Ik laat het hierbij en ik geef jullie graag deze vraag ter reflectie mee. Paus Franciscus schrijft dat het doel van dialoog is om de vriendschap, vrede en harmonie tot stand te brengen. Hoe spelen deze waarden, dus die vriendschap, die vrede en die harmonie, hoe spelen zij een rol in wat jij belangrijk vindt, in jouw overtuigingen, in wat je gelooft? En straks gaan we uit elkaar aan de hand van deze twee vragen. Behalve van een cultuur van de ontmoeting, spreekt Paus Franciscus in Fratelli Tutti ook van een cultuur van muren. Je weet wat een muur is, toch? Iets wat je, stenen die op elkaar stapelt, om een grens te maken. En als het helemaal dicht is, dan kan niemand naar buiten en niemand naar binnen. Je moet een deur inmaken om naar binnen en naar buiten te gaan. Maar soms bouwen mensen ook een muur om zich heen, omdat ze geen contact willen maken met anderen. Dus Paus Franciscus praat ook over een cultuur van muren. Herkent u dat in uzelf, in uw omgeving en in de samenleving? En de tweede vraag: hoe roept God u in deze tijd van politieke en religieuze verdeeldheid, vooral op sociale media, om een instrument van vrede en eenheid in onze wereld te zijn? Laat je niet afschrikken door onze wereld, want dat lijkt heel groot, maar gewoon hier in Suriname. Dat zijn de twee vragen. Dit is de reflectievraag. Degene die dat niet heeft genoteerd voor zichzelf, kan dat rustig noteren. En neem even 15 minuten de tijd om daarover na te denken en daar iets op te schrijven.